Deze beschouwing die gaat over iets heel serieus, het is de oorlog tegen kinderen door de moeder. En ik heb er al een gemaakt en dan is het subonderwerp is Ritalin. Oftewel hoe heet dat spul nou ook weer? Methyl Epifraat of zo. Ik ben het weer vergeten. Maar je kan zo op wiki. Kan je uh, Ritalin intypen. En dan. Methyl. Epifrinaat of zo. Deze heeft als subtitel Scheiden. Mijn ouders zijn. gescheiden. Toen ik tien was. 11. Ik zat in de zesde klas van de lagere school. Nu heet dat groep 8 van primair onderwijs als je wat jonger bent. Ja, om het even te plaatsen. Maar het laatste jaar van het lagere, het primaire onderwijs. En daarna moet je dan naar het middelbaar onderwijs. En in dat laatste jaar. Gingen mijn ouders uit elkaar. En... Dat had op mij een verwoestende uitwerking. En mijn zus, dat. Hmm. Ja, ik kan alleen maar zeggen, dat moet op haar ook een verwoestende uitwerking hebben gehad. Maar ik was zo onder de indruk van het hele gebeuren dat ik niet echt oog had voor het leed van mijn zus. Ik zal er wel wat, nog wat meer over vertellen, gewoon over het gezin, dat je even goed beseft dat ik het aan de ene kant ga ik het hebben over statistieken en over hoe dingen ervoor staan in dit land. En statistieken, dat zijn koude, kale cijfers. En aan de andere kant heb je de persoonlijke ervaring. En om het kort samen te vatten, achteraf bezien vind ik dat mijn ouders niet hadden moeten scheiden. Mijn moeder neemt me dit niet in dank af als ze dit hoort, maar ze luistert toch niet naar mijn beschouwingen, dus maak je geen zorgen. Maar achteraf vind ik dat. Mijn vader was geen makkelijke jongen. Daar is wat voor te zeggen dat mijn moeder er schoon genoeg van had. Maar dan nog. Anyway, toen ik tien was, gingen ze uit elkaar. Een tijdje later kwam mijn vader dan weer terug. En ging het allemaal door alsof er niks gebeurd was. Vond ik ook heel raar. Kijk, die man had dus kennelijk met mijn moeder op een dag zo'n ongelofelijke ruzie gehad dat hij met een kwaaienkop op de deur uit was gelopen. En meneer was een fabeltastische kok. Hij was de beste van de kokschool van zijn jaar. Hij werkte. In, uh, in alle grote hotels en restaurants van Amsterdam. En als hij ergens hijza had met de, uh, weet je ook weer, de chef van de keuken, dat heette uh, huppeltje pubchef. Of met de baas of whatever. dan, dan zei hij ook tegen die live, nou je kan de rimbam krijgen, <laughs> dan kon hij de volgende dag niet meer. En dat sprak zich rond. Dus mijn vader hoefde niet eens te solliciteren. Hè? Nou, dan ging hij gewoon niet meer naar zijn werk. Ja, hij verdiende een loon En daar werkte hij ook heel hard voor, moet ik zeggen. Hij draaide weken van 70 uur. Geen enkel probleem. En die bracht een ontzettende bakpoen poen binnen. Nou, en dan hadden ze hem dan eruit gedonderd. Of oh, hij had ontslag genomen. Hij liep altijd weg na een ruzie. En dan had hij lekker vrij. En dan werd hij weer gebeld. Dan werd hij gebeld. Door een van de concurrenten waar hij was opgestapt... En dan belde een concurrent van zijn voormalige werkgever... die belde op en die zei van... Nou, ik heb gehoord dat je ruzie hebt gehad in restaurant de uh, Papinoir. Uh, die zei van ja, uh, die klootzakken daar werk ik niet meer voor. Ja, wil je dan bij ons komen werken? Oh, zo'n mijn vader, dat is goed. Beschuif dat. <laughs> mijn vader die, die vond zichzelf de, de king of the hill. En dat was hij ook. Hij was... Hij behoorde tot de, tot de top... Van de Amsterdamse cuisine. En dan echt de hoodcuisine. En dan praat je over Krasnapolski, de Oesterbar. Uh, Amstel Hotel... Uh, Hilton Hotel. In Amstelveen is is een heel duur restaurant. Uh, restaurant De Molen. Dat bestaat nog steeds. Uh, kijk heden ten dagen maar wat een couvert daar kost. Er zijn geen grappige prijzen. Nou, mijn vader had een huis met mijn moeder. En die dacht hetzelfde als bij die bazen van hem. Van nou, dan ga ik toch weg, doei. En ik kwam op een dag thuis. En mijn vader was er niet. En dat was op zich niet zo raar, want hij was altijd s'avonds aan het werk, als kok natuurlijk. Dus we aten al, ja, zo goed als altijd aten wij uh, alleen met mijn moeder. Mijn vader was aan het werk dan. Tenzij hij ontbijten draaide, de die eens. En dan was hij smiddags thuis. En dan moest hij s'morgens vroeg om vijf uur of zo moest hij de deur uit. Nou, mijn vader was er dus niet, maar hij was er echt niet meer. En dat was pas later dat ik me dat besefte: dat hij even fijn opgestapt was. Zonder gedachten te zeggen tegen mij. Terwijl hij altijd tegen mij zei: van ja, als we weggaan, of wat we zeggen wel even gedacht tegen iedereen. En als ik dat een keertje per ongeluk vergat, omdat ik weet niet van bij een of andere verjaardag of zo, ik was ik van nou, dat is mooi geweest, dan werd ik gewoon terug de kamer ingestuurd en zei: nee, zei mijn vader, heb je tegen iedereen gedacht? Zegt ik heb hem nou een gaan. Nee, zei mijn vader, terug, gedacht zeggen. Want als je weggaat, moet je gedag zeggen. Ja, maar mijn vader dus kennelijk niet. Dus ik was niet zo blij met mijn vader uh, over wat hij had gedaan. En, en ook vond ik dat de situatie thuis. Uh, als ik nou zeg dat mijn vader niet een van de makkelijkste was. dan mag ik ook zeggen dat mijn moeder niet een van de makkelijkste was. En nog steeds niet is, by the way. En ze is nu 78. En die heeft ook soorten eigenschapjes. Is zal me niet erg, ik heb die mensen vergeven. Ten lange leste heb je geen andere keuze dan ze te vergeven. Dat, dat heb ik ontdekt. Dus ik heb mijn moeder vergeven, ik heb mijn vader vergeven. Bij nou, mij betreft is alles pijs en vree hoor. En ik weet wat er gebeurd is. En ik ben heel verslavingsgevoelig. Goh, gek hè? En nou heb ik ook, uh, behalve die verslavingsgevoeligheid... ...en dat betekent dat ik rustig enorme hoeveelheden genotsmiddelen tot me kan nemen... ...en daar ook lekker in door kan zetten, ook al stort de hele wereld in elkaar. Ja, dat is niet... Dat, 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 dat reken ik niet tot mijn betere eigenschappen. Dat reken ik tot een van mijn bijzondere eigenschappen, zullen we maar zeggen... En momenteel sta ik dan helemaal droog. Dat is wat ik momenteel dan lekker vind. Van het ene extreme naar het andere extreme. En ik heb er ook echt geen simmer in. Ik loop in de supermarkt bij de Albert Heijn. En dan loop ik dus langs dat rek waar dan mijn biermerk dingen stond. Dat is Gulpenen Gladiator. Als je zelf aan de suip wil bij deze, Gulpenen Gladiator is je vriend. Bij de Albert Heijn kost het momenteel 1 euro en 3 cent voor een halve liter. En er zit 10% alcohol in. Nou, you believe me, goedkopere alcohol kan je niet kopen. Ja, dan kijk ik dan weer even naar het rekening. Daarom weet ik ook dat het 1 euro 3 is. Want het was altijd 95 cent en ik weet dat die Albert Heijn jokers... Ja, dat is altijd schroeven met de prijs en dan schroeven ze een beetje links... en dan schroeven ze een beetje rechts en dan, weet <laughs> en dan merk je dus niet als consument... dat het over de hele linie eigenlijk steeds een beetje duurder wordt. En dan kan ik er zo eentje pakken hoor. Dat doe ik niet. Ik vind het eigenlijk wel geinig om het helemaal niet te doen. En ik weet aan passant dan ook dat ik daarmee behoorlijk indruk heb gemaakt op dat lieve kind van mij. dat zich mijn dochter noemt. <laughs> nee, het is mijn dochter natuurlijk. <laughs> en, uh, dat, dat telt dan ook wel mee. Dat, dat geeft me toch stiekem een beetje. Uh, lekker gevoel. dat zij dat denkt van: hé? Ja, maar ik dacht dat mijn vader zijn saamlam was. Ja, dat ben ik dus helemaal niet. Alleen bij frustratie-dingen. als het echt te veel wordt. Ja, dan. Ja, dan grijp ik naar de fles, zoals het heet. In plaats van dat ik de boel direct met mijn droge ogen onder ogen zie. En zou dat kunnen komen van die scheiding? Ja. Ik zeg: zou dat kunnen komen van die scheiding? Het antwoord is ja. Want nu even de statistieken. Kinderen van ouders die gescheiden zijn. Ja, die scheidingsgolf is begonnen in de jaren zestig. En die kinderen van die gescheiden ouders. Die, zijn, uh, ja, die gegevens daarvan, die statistische gegevens. die druppelden pas jaren later natuurlijk door. want je merkt niet gelijk die gevolgen. En zo is dat dus gebleken. dat kinderen van gescheiden ouders. die zijn verslavingsgevoeliger. dan kinderen in vergelijkbare situaties. waarbij de ouders bij elkaar gebleven zijn. Een uh, vergelijkbare situatie is dezelfde woonwijken, dezelfde uh, inkomensgroep, dezelfde opleiding van de ouders. Uh. Al die dingen. Dus het scheiden dat heeft een, een negatieve invloed op het kind voor zover dat betreft verslavinggevoeligheid, oftewel genotsmiddelengebruik. En een factor die hierbij ook meespeelt, en die moet je dan niet vergeten, is dat ouders die bij elkaar blijven, ook heel erg goed hun kinderen kunnen verwaarlozen als ouders die gescheiden zijn. Dus niet alle ouders die bij elkaar blijven zijn daarmee goede ouders. Maar als de ouders gaan scheiden, zijn het slechte ouders. Maar onder de ouders die bij elkaar blijven, er zitten ook slechte ouders tussen. Dus het effect van het scheiden van de ouders. dat is dus niet een 100% effect. vergeleken met de niet-gescheiden ouders. omdat dus de niet-gescheiden ouders. ook. ja. oetlullen zetten. Maar het effect is te meten. En een andere hele frappante. is. dat kinderen van gescheiden ouders. die worden. Minder oud. Het scheelt ongeveer twee jaar. Dat is wat ik toen heb gelezen in een studie die gepubliceerd werd in de jaren tachtig, dacht ik. Ik weet niet of er recente studies zijn geweest. En hoe het er nu is. Want dat effect kan groter worden, kleiner worden. Ja. ja. Maar toen, toen, ik er dus van, toen ik dat onderzoek onder ogen kreeg, stond het in de krant. Er werd een periode gehanteerd van twee jaar. Dus uh, kinderen van gescheiden ouders gaan gemiddeld twee jaar eerder dood... dan mensen in dezelfde economisch-sociale klasse. En dat is los van het feit of ze nou roken of niet. Waarmee ik bedoel dat uh, het rookeffect is er dan afgehaald. Dus het gaat dan... De kinderen die roken, daarvan is de leeftijd vergeleken met, onderling vergeleken naar scheiden en niet scheiden. En de kinderen die niet roken, die zijn ook onderling vergeleken in scheidende ouders of niet. Snap je? En dan kan je dus dat rookeffect eruit filteren. Dus beter gezegd, aangezien roken, dat kost je in de regel twee jaar van je leven. Nou, als je en gescheiden ouders hebt, dat is dus twee jaar... En als je dan ook nog gaat roken, wat niet gegarandeerd is, maar als je dat ook nog gaat doen, dan kost het je samen vier jaar van je leven. Twee jaar te wijten aan je ouders en twee jaar te wijten aan je eigen keuze. Gemiddeld. Hè? Door mijn opa, die had. Nou, ik weet niet wat met zijn vader zat. Van mij is zijn moeder is gestorven en weduwe. Die zijn niet gescheiden. Nee, dat is niet zo. Mijn opa heeft moeilijke periodes meegemaakt in zijn leven. Die heeft heel bewust door de crisis, dus, uh, de Tweede Wereldoorlogen, heen geworsteld. En in de Tweede Wereldoorlog in 1941 is mijn vader geboren. Toen was mijn opa bijna 40, dacht ik. Alleen vet in de 30. Ja, die heeft zijn hele leven gerookt. En die is overleden toen hij 83 was aan een hersenbloeding. Ja, kijk, okay, zo iemand is er mooi mee weggekomen. Die, je gaat mij niet vertellen dat mijn opa vroegtijdig overleden is aan het roken. Dit even tezijden dan. Hè. Mijn opa was een gelukkige man. Dat wel. Maar scheiden is een ramp. En ik weet nog dat ik. Ik was 26 en ik was bij mijn oma op bezoek. Dus de moeder van mijn vader. En die was inmiddels weduwe. Dat was dus nadat mijn opa was overleden. En toen vroeg mijn oma aan mij: van ja. Um... Hoe was die periode van die scheiding van je ouders? Hoe was dat eigenlijk voor jou? Hè? En bij die leeftijd, 26, 27 of zo, was ik mij nog helemaal niet zo bewust van dat drama. <laughs> Jaren daarna ben ik in een zware depressie gestort. Dat serieus, het ging helemaal niet goed met mij. Maar dat kwam pas daarna. Ik heb in Wolfheze, dat is hier het gekke gesticht. Wat de sanspoort is voor Amsterdam en omstreken, dat is Wolfheze hier. Ja, ik zat in Wolfheze. Ambulant, maar dus ik moest overdag werken. Vond ik nog oneerlijk ook. Maar ik had eerlijk verteld aan mijn huisarts uh, ja, hoe het met me ging. En die man die, die schrok zich helemaal in een hoedje. Hè? En die heeft uh, zelf gebeld met Wolfheesen. En Wolfheesen nam binnen een paar dagen contact op met mij. En die zeiden: Jij moet onmiddellijk komen. Want anders loopt dit uit de hand. En dat vond ik wel heel erg attent van die mensen. En waar kwam het op neer? Ja, dat ging om mijn jeugd. Allerlei onverwerkte uh, angsten. En frustraties, uh, woede, verdriet. Uh, jezelf groot houden. In een situatie die je niet zelf hebt veroorzaakt. Kijk, als je zelf allerlei uh, stomme dingen hebt uitgevroten. Dan, dan is het je eigen ding. Maar een kind. Je kan er niks aan doen. Je kan alleen maar zeggen: ja, mama en ja, papa. En ja. En maar je best blijven doen. Op school en zo. Maar ik heb er wel wat aan meegemaakt. Nou, mijn oma die vroeg dat aan mij van. Een, bla, 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 bla. En ik zo van: ja, nou, ja, die scheiding, ja, bla, 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 bla. En ik vertelde dus een beetje wat. Mij dan in, ja, hoe het met mij ging in die dagen. En ik zei dus ja, nou, toen ging ik naar de haven toe en uh, bla, bla bla bla. En uh, ik weet nog wel dit en ik weet nog wel dat. En toen zei mijn oma. Nee, zei ze, dat bedoel ik niet. Want dat was de tweede keer dat je vader er vandoor ging. En ik zei, wat? Ja, mijn oma. Toen jij zes was. Toen was hij voor de eerste keer uh, echt van tussen. Ik was stom verbaasd. Daar wist ik dus helemaal niks meer van. Huh? Nou, dit, dit gaat dus niet over mijn zieligheid, helemaal niet. Ik bedoel, uh, ik ben hartstikke. Blij met mijn leven, inclusief al die soepzooi. En... Ik heb het overleefd. Eh, Friedrich Nietzsche heeft zo mooi gezegd... van ja, alles wat, je niet, eh, wat jou niet ombrengt, daar word je sterker van. En ga er maar vanuit hè, dat dat met mij gebeurd is... Je maakt mij de pis niet meer lauw, echt niet. Dat maakt mij ook een hele goeie om met mensen om te gaan die ik weet niet wat hebben meegemaakt. Want ik kan al die verhalen, kan ik met droge ogen aanhoren en denken van ja, ik ken die shit, sorry. Ja, been there, done that, got the t-shirt. Dus in de kroeg kan ik met de meeste rare snuiters... Uh... Nou, vrij goed omgaan. Kom niet meer in de kroeg, maar. Hè? Bij wijze van spreken. Dus ik ben niet zielig, maar het gaat er wel om. wat mij is aangedaan. en dat dat. momenteel dagelijks. andere mensen. van die leeftijd. drie jaar, twee jaar, zes jaar, tien jaar. zeg het maar. Wordt aangedaan. En dat andere mensen beseffen wat die kinderen wordt aangedaan. Kijk, er is een groot verschil tussen het feit of je fietsgejat is of dat je vader pleit is. Het is allebei vervelend. Maar dan krijg je weer een andere fiets en dan denk je ja. Mijn oude fiets was toch wel een leukere fiets. Want had ik nog die geinige stickers op zitten. En die bijzondere Bel. En, uh, hè? Maar ja, deze fiets kan ook wel. Maar met een vader gaat dat niet, hè? Zo. Ik moet het verhaal er gelijk even uitgooien. Want ik weet van een vrouw. En die had met een hele betrouwbare kerel. Hadden ze een kind. Toen heeft zij hem een geintje geflikt. Echt heel gemeen. En toen heeft ze hem in de steek gelaten, kind meegenomen, terug naar Arnhem. En zij zou wel eventjes uh, de hele boel uh, gezinnetje-dinges. En ze had een nieuwe gozer gevonden hier in Arnhem. Een hele mooie vent, die had zo met zijn mondbakkers uh, op een damesblaadje kunnen staan. Van kijk, dames, zo ziet een mooie partner eruit. Er is een hele mooie lange man, grote witte tanden, Met een dikke haar, je kent het wel. Brede schouders. Gaat die vrouw met dat jongetje naar een school toe, en dat is een school op antroposofische basis. Die zit hier in Arnhem Zuid. En toen was er op school een probleem met het kind. Want dat jongetje, dat kind, dat ken ik. Persoonlijk ken ik dat. Die heb ik ook in die vorige uitzending over die, die Ritalin heb ik dat besproken. Dat is dat jongetje van die pleister op zijn mond en die de takken kapot ging slaan in de tuin. Om hem even af te laten koelen. Ik ben heel liefdevol. Die jongen die, die liep helemaal weg met mij. Nou. Er waren problemen met die jongen op school. En zij moest dan op gesprek uh, evaluatiedinges. En ze had een vriend even meegenomen. Die vriend die bemoeide zich met het gesprek. Die werd door de persoon van die school aangekeken. En tegen hem werd gezegd: Nou, het is beter dat jij op dit moment even je mond houdt. Want je bent de vader niet. Daar kon hij het mee doen. En die moeder dus ook. Die moeder, haar kind, heeft een probleem op school. Zij snapt drommels goed dat de vader daarbij moet zijn. Dan neemt zij die surrogaatkerel mee. Die surrogaatvader. En de school zegt: dat is de vader niet, doet niet mee. Je had net zo goed in je eentje kunnen komen. En dan had het ook duidelijk geweest dat die moeder in overtreding is. Een gestolen fiets. krijg je zo een nieuwe? Of zo. En dan kan je een nieuwe krijgen. En dan is het hele leven weer vergeten. Maar je kan niet een vader die pleiten is. vervangen met een ander. Dat gaat niet. Punt. En er zijn er mensen. en die zeggen we. ja. Maar in de Bijbel staat. dat je mag scheiden. Nou. In het Oude Testament dacht ik dat daar een aantal regels voor zijn, waaronder je mag scheiden van je vrouw. En de hoofdreden zou dan zijn overspel. En er is er nog één. Oh ja, uh, mishandeling. Dus je wordt mishandeld door je partner. Dat zou ook een reden mogen zijn om te scheiden. Nou, die laatste, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar komt dat veel voor? Vraag ik me af. Maar goed, laten we zeggen: overspeld, dat dat dan een reden genoeg is om te kunnen scheiden. Maar dat staat dan in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament. spreekt Jezus daar niet over. Of ik moet mij vergissen. Dus ben jij een Bijbelgelovende, een Bijbelkenner. en dan weet je toch dat Jezus zegt. nou in dat soort gevallen. moeten de ouders maar uit elkaar gaan. dan, ja, dan hoor ik graag waar het staat. Maar voor de rest. Weet ik dat het God een gruwel is als ouders uit elkaar gaan? En Jezus zegt dat je moet vergeven zonder meer. Nou, en als ik die twee bij elkaar combineer, dan denk ik dat mensen die besloten hebben om samen kinderen te hebben, te ontvangen, te krijgen, te maken, op te voeden en dat soort dingen. Dat die af moeten maken waar ze aan zijn begonnen. Punt. Ik ken het tragische verhaal van een man. Dit is een, uh, een jongen die naar mijn video's. Uh, geluisterd heeft, gekeken heeft. En die is ook bekend met Jurk Liesman. En die jongen, het is al jaren geleden dat ik hem. Nou, of nee, niet zo heel lang geleden, maar een behoorlijke tijd geleden. En recentelijk is er iemand gekomen en die zal misschien denken van okay, ik heb het over hem. <laughs> maar weet je, Ik weet niet meer hoe die nou heette. Die andere dus, hè, waar ik het over heb. Zijn naam is mij voor maar, maar van hem weet ik. Dat ja, hij is zich te buiten gegaan aan drugs en daar is hij mee gestopt. En zijn vrouw wil hem niet meer in de buurt van de kinderen hebben. Hij heeft berouw. Hij heeft zich uh, berouwvol uitgesproken uh, tegen mij, een wildvreemde, via internet. Van ja, uh, het was allemaal de bedoeling niet. En uh, ja, ik wilde kennelijk bewijzen dat ik ook een hele grote lul kan zijn. Een hele grote eikel kan zijn. En nou, dat heb ik dus gedaan. En uh, het is nou al genoeg geweest. Hij heeft berouw getoond. En uh, hij zit ook niet meer aan die spullen. Dat is over. Maar toch wil die moeder niet. Uh, de deur voor hem open houden. En nou, iemand laatst die dan uh, uh, bij dat clubje gekomen is, zullen we zeggen, die heeft ook zo uh, ja, drugsdingen gehad en zo. En, uh, nou, daar weet ik verder niet van hoe het met tussen hem en zijn kinderen zit. Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat het voor hem ook niet makkelijk is. Kijk, en dat klopt niet. Kijk, je mag van mij honderd keer blijven zeggen van ja, maar die twee vaders waar je het nou over hebt, en trouwens hoe zat het met je eigen alcohol gebruiken in die dagen, la 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 zo. En daar kan je het allemaal over hebben. Maar punt één: je dient te vergeven. En wat Christus zegt, dat geldt niet alleen voor mannen, dat geldt ook voor vrouwen. Snap je? Snop het even in je oren. Je dient je man te vergeven. Punt. Mijn vader, die heeft een ding uitgesproken, jongen. De... Ja, dat zijn eigenlijk ook wel je hele heldhaftige verhalen. Je gelooft je eigen oren niet. Allemaal doordrenkt van de drank. Uh, ja. En mijn moeder werd er scheidsziek van. En dat begrijp ik ook wel. Ik had er ook last van. Mijn zus had er last van. Iedereen had er last van. En achteraf zeg ik: Mijn moeder had het dan moeten vergeven. Maar ja, daar had mijn moeder niet de power voor. Dus ik heb het mijn moeder maar vergeven. dat ze mijn vader niet vergeven heeft. Daar komt dat weer op neer. Daar ben ik dus nu ook niet mee boos over. Maar ik ben er wel pissig over geweest. Dat ik dacht: van maar, nou moet je ophouden. Ja. En al die andere vrouwen die dan zo strak doen van ah, die man van mij die heeft aan de speed gezeten of de, weet ik wat, de GHB of, 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 of doodsaai zoals ik gewoon aan de alcohol. Het maakt niet uit. Maar dan moet je een keer, je, moet dat hoofdstuk dicht. Moet dat boek dicht. En helemaal in de gevallen die ik dan ken van kerels die best wel een beetje buiten de pot gepist hebben. En die uh, in zak en as uh, uh, lopen. Uh, dat betekent dat ze berouw hebben. Ja, dan moet het over zijn. Dan, dan moeten die moeders ook kunnen zeggen tegen de kinderen... Nou, uh, papa die heeft jullie vaak aan de schrikken gemaakt en uh, dat weet mama ook wel... En uh, mama heeft papa gesproken en nou, hij klonk heel rustig en hij klonk heel vrolijk. En hij komt vanmiddag even langs. Even opnieuw kennis maken. Dat hoort die moeder te doen. Punt. Sterker nog, daar dient die moeder op aan te sturen. Of misschien dat sommige mannen te veel schaamte hebben naar de kinderen toe. En, uh, maar dan hoort die vrouw te zeggen tegen Joris: Ja, Joris, ik begrijp heel goed dat je het er moeilijk mee hebt. En dat je je misschien schaamt. En dat je je kinderen niet onder ogen wil komen. Maar geloof me nou maar: ze zullen je niet opvreten. Kom er maar langs. En neem wat leuks mee. En dat die vrouw dan zegt van, nou neem dan dat mee voor haar. Van een jongen en een meisje bijvoorbeeld. Want zij is momenteel heel erg bezig met uh, een huppeltje-pup. Iets met een pony of zo. En dan moet je dat kopen. En, en die jongen, uh, nou, die wil, die wil misschien een nieuw zakmes. Kinderen hebben namelijk een vader en een moeder nodig. Kijk en een vader en een moeder die allemaal zo een loveboat, ja, dat, dat bestaat helemaal niet. Een vader en een moeder, dat is niets meer dan twee mensen die ooit besloten hebben. Ja en meestal is het dan een wat te overhaaste beslissing geweest, maar maakt niet uit. Er was ook weer wie zijn billen brand moet op de blaren zitten. Punt. Had je maar geen seks moeten hebben. Als je geen seks hebt met een man, als jij als vrouw... Hè, ...loop je ook geen risico om te belanden in de situatie waar ik het nu over heb... ...en waarin jij als vrouw je verantwoordelijkheid moet gaan dragen. Als je dat niet wil, dan gewoon hou je knieën tegen elkaar. Dan gebeurt je niks. Er komt een moment in je leven waarop jij... Ook jij vrouw tegen jezelf moet zeggen: ik ben geen klein kind meer. En je moet je gaan gedragen als een volwassene. Punt. En dan heb jij die beslissing genomen met iemand en je dacht dat je uh, vleessoort A in de kuip had. En die persoon heeft zich van kanten laten zien die jij niet verwacht had. En dat blijkt dan een heel ander soort iemand te zijn. Laten we het daar even op houden. Nou, het vrolijke antwoord is: er is maar één soort iemand en die heet mens. En uiteindelijk, bottom line, is ieder mens hetzelfde. Klinkt een beetje gek, en toch heb ik gelijk. Uiteindelijk, bottom line, in de goedheid, moet ik erbij zeggen. Ja. Maar dat is namelijk hoe je werkelijk bent. Je werkelijke ik, je werkelijke aanwezigheid, die is goed. Mensen hebben door hun. Ja, blablabla, lang verhaal. Allerlei psychologen, psychiaters kunnen je er alles van vertellen. Maar dan zijn mensen niet bezig met hun inwendige goedheid, maar ze dwalen af. En dan worden, hebben ze slechte eigenschappen. Maar jij bent niet de totaliteit van je slechte eigenschappen. Nee, jij bent je goede. Je bent je, je goedheid zelf. Dat, dat is degene die jij bent. En je slechte eigenschappen, dat is allemaal heel imponerend voor je omgeving. Maar die stellen geen reet voor. Je kan ook zeggen, in het uiten uh, van je slechte karaktertrekken ben je onzichtbaar voor God. Dus. Christus heeft gezegd van Hij die tot mij komt en die zegt van, ja, ik heb altijd precies gedaan wat je zei man en dat heb ik ook gedaan. En ja, dus hij, uh, hey, ken je me nog? Nou, zei Christus, dat gaat er maar even om. Wat hebben ze nou werkelijk gedaan? En hebben ze niet werkelijk gedaan wat ik hun gezegd had te doen, hebben alleen maar uiterlijk gedaan wat ik gezegd heb, dan zal ik rustig zeggen: Ik ken je niet. Wie ben jij? Heb ik iets van je of zo? Gaan wij een tijd terug of zo? Of zeg me maar even helemaal niks wie jij bent. Nou, je bent onzichtbaar van God in je slechte, voor God in je slechte eigenschappen. Zo zou je dat kunnen zeggen. Alleen in je goede eigenschappen, in je goede dingen, in je goede daden, daarin ben je. En mensen zijn in hun goedheid allemaal hetzelfde. En gaat iedereen lekker op zoek naar zijn eigen goedheid. Nou. Dan kan je toch prima met elkaar door één deur. Wat is dat nou? Ja, ik heb zelf zo'n heel moeilijk huwelijk gehad. En, oh, wat een toestanden man. En zij... Zat een keer bij de relatietherapeut. ontzettend zeiken over mij. Dat was ik iedere keer zo, so, by the way. Eén lange litanie. zijn een toestanden. En die therapeut. die werd een beetje scheidziekte van. En die zei: van oké. Okay, ja, uh, dit deugt niet. Dat deugt niet. Zus vind je het niet oké. Okay, dat well, well, is allemaal best. Maar noem nou eens wat. wat je aan hem waardeert. Zie je ook iets met een goede eigenschap aan die gozer? En zij zo, heeft zo zo'n paar seconden stil hè. En ze kijkt nog eens naar mij. En ze zegt tegen hem van, nee, jij nee, na nee, 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 het vracht. Nee, in mijn ogen heeft hij helemaal geen goede eigenschappen. Hij <laughs> serieus heeft gezegd. <laughs> ja, over wie zegt nou zoiets hè? Zegt ze nou wat over mij? Want ze kan namelijk geen gelijk hebben. Het kan niet zo zijn dat iemand geen slechte eigenschappen heeft. Het enige wat zij zegt, van ik zie ze niet. Ja, mankeert er wat aan haar ogen of zo? Mankeert er wat aan haar herinneringsvermogen? Heeft ze Korsakoff? Is ze dement? Heeft ze Alzheimer? Is ze vergeten van die keren dat ik lalalalalalala voor haar heb gedaan? Ja, ik geef je even wat seconden om na te denken. Ja, je moet eens kijken bij die ander naar zijn goede eigenschappen. En daar moet jij je op concentreren. En als het dingen niet lekker lopen in de relatie... dan moet je vooral zelf... Uh, Iets gaan veranderen in jouw keuzes. En jouw standpunten. En jouw uitgangspunt. Kijk, de, de stelling dat je een relatie aangegaan bent met een man. En dan denk je na zoveel jaar, uh, nou, dit gaat hem helemaal niet worden. Uh, ik zet er een punt achter en ik begin wat met een nieuwe man. Ja, het is een beetje hetzelfde als een boer die in het voorjaar zijn land lekker uh, aan het bezaaien is of bepoten of whatever. En dan ergens halverwege juni denkt hij van, ah, nee, toch maar geen suikerbieten. Nee, laten we maar beginnen met haver. Ja, dan kan hij wel de hele boel gaan omploegen en volzetten met haver, maar dan is het al half juni en de herfst komt eraan. En voor de herfst moet het allemaal binnen zijn en moet het klaar zijn. Ik wil maar zeggen, je hebt maar één leven. Punt. En heb jij gekozen voor iemand en toen heb je een hele moeilijke periode gehad, want je zag het helemaal niet meer zitten met hem. Ja, dat kan wel. En je houdt vol. Met ja, goed begrepen. Kijk, als je geen kinderen hebt, dan vind ik nog steeds dat je niet moet scheiden. Maar dan doe je alleen maar jezelf en die anderen daar uh, nadelig mee, dingen zijn. Maar heb je kinderen? Heb je, wat mij betreft, geen keuze. Je kan niet zeggen, oh, omdat ik anders het bokje zou zijn heb ik gekozen voor mezelf en een scheiding aangevraagd en erin gedrukt. En daarmee, uh, mijn kinderen, ja, die worden dus twee jaar minder oud. En dat moet dan maar, want mama heeft haar eigen vrijheid nodig. En dan maar kinderen met een wat korter leven. Dat mag je niet doen. Kijk, hey, Arthur Schopenhauer heeft heel vrolijk gezegd... dat als er een mug om je kop loopt te zoomen... En jij wil slapen, dan heb jij het volste recht om een muggenmepper te pakken en die mug plat te slaan. Want, zegt Arthur Schopenhauer, het leed van de mens die s'morgens wakker wordt met een paar muggenbulten. Want zo'n mug die, die denkt na nou één keertje van, hm, dat smaakt naar meer hè. Dus dan heb je nou een paar van die muggenbulten. Dat leed van die mens is groter dan het leed van de mug die wordt doodgeslagen. Dus... Eh, jij mag ingrijpen in het leven van een mug, in dit geval, eh, als hij duidelijk een dreiging is dat hij jou gaat prikken. Dat zegt zich Schopenhauer. Dan is het toegestaan. Maar nou, voor de rest, dien jij het leven van een ander te respecteren. Wat is dat nou? En doe je dat niet? Even uh, serieus houden. Hè? Kijk, het leven wordt niet veroorzaakt door materie. Het is de geest, of het woord. of de wil. die het leven en alles wat erbij hoort met materie en toestanden veroorzaakt. En als jouw lichaam stopt. stopt daarmee niet. jouw waarneming. Als jouw lichaam stopt. Dan heb jij geen mogelijkheid meer om zaken die je verzaakt hebt, om kansen die je gemist hebt, om dingen die je verprutst hebt, goed te maken. Het is dan over. En dat gaat jouw bewustzijn zich realiseren aan het einde van jouw lichaam. Van hé, hey, mijn lichaam doet het niet meer. En wat nu? En aangezien het woord, de wil, de geest, of zoals in de Bijbel heet God, hè, die is goed. En jij bent een onderdeel van goed, van de schepper, van de schepping. Snap je? En aangezien jij dan goed bent, ga jij zien als jij de boel verprutst hebt, dat jij de boel verprutst hebt. En dan ga je ook inzien dat je dat niet had mogen doen. En dan ga je ook inzien dat je ook helemaal geen reden had om dat te doen. Nee, maar dat wordt even lekker leuk. Snap je? Kijk, als ik nu terugkijk om die periode van het suipen. Uh, ah, kijk, mijn tantes hebben nog tegen me gezegd. van ja, jongen, nou, uh, we kunnen best voorstellen. vanuit nou, jouw positie. Uh, dat je dacht, laat ze allemaal maar uh, de huppeltje pup krijgen. Hè? net als. Uh, Denny de Munk van. krijg toch allemaal de kleren of zo, hè? We begrijpen het wel. Ik daarentegen, ik vind het wel heel erg aardig van mijn tantes dat ze dat zeggen, maar eigenlijk ben ik niet zo vergevingsgezind als mijn tantes. Eigenlijk denk ik van, ja, nou het is leuk dat ze het zeggen. En als ik toen wat verstandiger was geweest, dan was ik niet zo'n domme ding toestand begonnen. Als ik wat verstandiger was geweest. Maar kennelijk was ik dat niet. Ik was meestal stupido. En ben ik er trots op? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Ben ik nu slimmer dan toen? Jazeker. Was het daarvoor nodig dat ik ging suipen? Nee. Hoe kom je erbij? Ik heb het nu, zeg maar, de slimheid die ik nu heb, heb ik bereikt, ondanks dat ik heb zitten suipen. Zo zie ik het. In zekere zin heb ik mijn tijd verspild. En het is maar goed dat ik heel veel tijd heb. Dat je, en dat geldt ook voor ieder mens. Dat is even ook voor al die andere vaders die dat hebben gedaan. Kijk, je krijgt bij leven echt een ongelofelijke hoeveelheid tijd. Zoveel tijd. Ja, als je dat allemaal efficiënt gaat besteden. Jeetje, man. Het is je gegund, het is je gegeven om tijd te verspillen. Tuurlijk. Je hebt genoeg tijd. Nou, en ik heb tijd verspild. Punt. Maar er is nog tijd over. Mijn leven is nog niet voorbij. Het zou wat anders zijn als ik me doodgesopen had. En dan had ik zwaar geboet, man. Dan, dan, dan had ik zwaar moeten boeten. Kijk, nu kan ik het bijvoorbeeld tussen mij en mijn dochter. Want uh, dat loopt nu wel, uh, gaat wel een streepje beter, man. Maar stel, ik had me doodgesopen, zo, hè? Nou, dat had niet fijn geweest voor mij. En het hele punt is dat dat wat wij tijd noemen en dat wat wij ruimte noemen, dat zijn dingen van de erscheinung, de wereld der materie. En op het moment dat jouw lichaam stopt, dan is jouw bewustzijn er nog wel. Maar dat beweegt niet meer. Nu beweegt mijn bewustzijn. Nu kan ik naar het toilet lopen en dan kan ik daar wat gaan doen. En dan kan ik naar de keuken lopen en dan moet ik daar wat gaan doen. Nu beweegt mijn bewustzijn. Maar zo dadelijk staat mijn bewustzijn stil. Want het heeft geen lichaam meer. En je kan zeggen: dan begint er iets en dat is tijdloos. En als iets tijdloos is, dan is het eeuwig. Ja, en wat is er dan eeuwig? Ja, dat is eeuwige tevredenheid of eeuwige schaamte. En eeuwige ontevredenheid. En die eeuwige tevredenheid, dat noemen we dan de hemel. En de eeuwige ontevredenheid, dat noemen we de hel. Zo moet je die begrippen, die woorden uit de Bijbel even plaatsen. Ook als je een vrouw bent. Want ook vrouwen kunnen naar de hel. En als je het hebt over de oorlog tegen kinderen uh, door vaders, dan weet ik dus daar niet of nauwelijks voorbeelden van. Vreemd genoeg. Rara, hoe kan dat? Nou, de voorbeelden die ik ken, dat zijn allemaal moeders. Die hele gekke dingen doen met hun kinderen. En hun vaders afzeiken en zeg het maar. Papa is een dombo. En dat is niet oké. Okay. Ik had een vriendin. En die heb ik leren kennen toen ik 26 was. En zij wilde wat met mij. Ja, Hij was een hele mooie vrouw. Ze kwam uit Brabant, een katholieke familie. Begon een beetje problematisch. Maar toen dacht ik met haar wel in een soort van vaarwater te zijn beland, waarin ik dacht van, nou, dit gaat allemaal wel goed. Hè? Nou, toen kwam ik in een depressie terecht en ik in Wolweizen gezeten, twee jaar lang, ambulant, twee keer in de week. Nou, daar is bij mij een kwartje gevallen. En het leven ging door. Toen was ik ook helemaal gestopt met drinken. Dat moest in het kader van de therapie. We werd ik gezegd: van ja, we willen je wel helpen. Maar niet als jij uh, blijft drinken. No way. En toen dronk ik dus ook al. Elke dag de drie consumpties per dag of zo. En in het weekend dan een beetje wild gaan. Maar dan zondagavond al niet meer. Hè? Dus ik hield mezelf wel in toom, maar ik dronk elke dag. Nou, dat was uh, de hoeveelheid drank, uh, voor hun was dat niet onderhandelbaar. Dat was uh, uh, rabiaat stoppen en anders geen therapie voor jou. Nou, dat heb ik toen gedaan. En toen was die therapie voorbij en toen kon ik in principe dus weer gaan drinken. Maar toen zij zei zij nou, ik heb liever niet dat je weer begint met drinken. Toen dacht ik, nou is goed, dan niet heb ik uiteindelijk zes, zeven, acht jaar of zo niet gedronken. Geen druppel, alcohol, helemaal niet. En die vriendin die zei op een dag tegen mij... en dat bedoelde ze heel negatief, hè. Toen zei ze, ja, toen ik jou leerde kennen... toen dacht ik, jij bent een zo-en-zo-persoon. So -so en, en toen ging je helemaal veranderen... En toen dacht ik, oh, dan ben je dus een zo en zo persoon. En toen dacht ik je weer te, opnieuw te begrijpen. En toen ging je weer veranderen. En toen dacht ik, oh, dan ben je dus niet een zo en zo persoon. Ja, zes, en de laatste tijd dan ben je weer aan het veranderen. Ik word er net er gek van. Wie ben jij nou? Nou, kijk, die vrouwen. dienen te beseffen. Dat het niet die man is die verandert, maar dat zij, de man in kwestie, aan het leren kennen zijn. Net als een toverbal. En de eerste indruk, dat is een hele oppervlakkige indruk. Nou, die oppervlakkige indruk, dat zegt nog niet zoveel. En dan leer je iemand beter kennen. En dan, nou, dan wordt het dieper, maar uiteindelijk dieper en dieper en dieper en dieper. Tot je uiteindelijk stuit op wie die persoon is. Maar die persoon verandert niet. Maar ja, maf, je leert hem steeds beter kennen. En het oppervlakkige oordeel, dat moet je aanpassen... Maar het is jouw oppervlakkigheid. En zij legde dat voor het gemak maar bij mij neer, alsof ik een persoon was die uh, maar veranderde en veranderde en veranderde. Nee, zij was degene die een etiket op mij plakte en dan ook maar vond, van nou, ik vind dat jij zo'n soort iemand bent en dan moet je vanaf nu precies gaan doen zoals ik vond toen dat jij was. En die vrouwen die kunnen ook rustig zeggen: van ja, uh, we pasten toen wel bij elkaar, maar we zijn uit elkaar gegroeid. Dat is precies hetzelfde. Want je kan niet uit elkaar groeien. Iedereen is zoals die is. En je kan tijdelijk kan je een neiging hebben tot. Eh, dus stel uh, een man en een vrouw die ontmoeten elkaar en die gaan dan uit eten om elkaar wat beter te leren kennen. En die man die bestelt pasta. En dan denkt die vrouw: Oh, hij is een pasta eter. En dan later komt ze erachter dat die man. Ja, die heeft toen inderdaad pasta besteld, maar voor de rest houdt hij helemaal niet van pasta. En dat hij zegt, nou nee, pasta. Ja, ja maar toen had je pasta. Ja, af en toe lust ik het wel. Maar voor een geertje en dan echt niet meer hoor. En wat blijkt dan heel veel later weer dat die man een glutenallergie heeft? Nou, en daarom eet hij wel eens af en toe pasta. Maar. Nou, toen hij dus geleerd had dat hij een glutenallergie had. toen begreep hij ook wel dat hij het af en toe wil eten omdat het zo lekker is. Maar het valt niet lekker bij hem. Kijk, en die man is dan niet veranderd van een pastaeter in een non-pastaeter. Nee, die man was nooit een pastaeter. Alleen die ene keer. toen at hij pasta. Snap je? Zo moet jij als vrouw goed. Je ogen en oren en neus en je hele aanwezigheid goed de kost geven om te ontdekken wie of wat iemand is. En dat moet je zeer zeker doen voordat je op je rug gaat liggen met je knieën uit elkaar. <laughs> ja, ja. Doe geen seks voor het huwelijk, snap je? De periode die er overheen moet gaan voordat jij beslist om seks te gaan hebben met een andere man, dat is toch minimaal een jaar? En dan niet dat je een jaar lang op hetzelfde bedrijf hebt gewerkt. Nee, een jaar lang dat je intensief met elkaar bent omgegaan. Je moet zijn ouders kennen en zijn broers en dat moet vice versa zijn. En je moet ook een keer op een begrafenis zijn geweest van zijn kant. En hij is een keer mee geweest naar een uitvaart aan jouw kant. Snap je? Een keer wezen klussen bij een oud-tante van jou. En een keer, nou, al die dingen moet je samen hebben gedaan. Elke keer meemaken dat je de laatste bus vanuit Vechel. die heb je gemist. en hoe kom je dan thuis? En je hebt geen geld voor een taxi. En ja, hoe lossen we dat op? Intensief met elkaar omgaan. Geen hobbyseks. No way. Want het hele idee met hobbyseks, we, we, we weten het nou wel. Ja, Het is allemaal leuk voor de hobby. En ik kan niet zwanger worden, want ik doe altijd de pil en zo. Ja. En dan vergeet je een keer de pil, en, en dan word je toch zwanger, en heb je weer een kind. En, en dan heb je die verantwoordelijkheid. Snap je? Ook voor de mannen gaat het natuurlijk net zo goed. Hè? Niet zomaar uh, overgaan tot het uitvoeren van de daad. Dat, dat moet je niet doen. Koop dan bij Christine Duc zo'n plastic pop en stop hem daarin. Of zoals de Beastie Boys zongen. steek dan de meneer Jan maar in een, in een aardappel. Nee, meneer Dick, hij dat. En ja, die kinderen. die zijn onschuldig. Die kinderen verdienen bescherming. Die kinderen hebben een mama nodig en een papa. En die twee mensen die gaan respectvol met elkaar om. Dat is wat die kinderen nodig hebben. Voor honderd procent. Papa en mama dienen geen woorden te hebben waar kinderen bij zijn. Als papa en mama woorden hebben en de, de kinderen liggen al op bed, dan mogen die kinderen dat niet horen. Dus papa en mama dienen alles met een normale stem uit te spreken, te bespreken en door te nemen. Vergevingsgezind. Dat is een hele opdracht. Maar al het andere. Wat je dan, als je die regels gaat overtreden. dat is beschadigend voor de kinderen. En daarmee voer je een oorlog. tegen onschuldige mensen. Daarmee breng je nadeel toe aan mensen. die dat niet verdienen. Snap je? Ik vond het best wel een beetje strenger, uh, maar hij moest er maar even uit. Hè? Want er is hoop, hoor. Echt, geloof me nou maar. Ik heb mijn kind. Uh, ja, ze komt maandag eten. Hè? En het stoofvlees staat lekker te pruttelen. Daar ga ik nu dadelijk even uh, zo dadelijk in roeren. Ja, dat wordt hartstikke lekker. En dan gaan we morgen weer lekker klessenbessen en we zien het wel. Oh, we gaan morgen over de CO2 beginnen. Nee, dat wordt lachen, man. <laughs> en tegen jullie, hè? want geloof nou maar. Het, veel slechter dan nu kan het niet gaan. Hè? Huh? Aan de ene kant is dat dus een hele erg constatering. En aan de andere kant houdt het ook in dat het veel slechter dan nu niet kan. Dus dat we wellicht het ergste hebben gehad. En dat het vanaf nu alleen maar beter gaat. En dan wordt het uh, echt. Een, ja, dan wordt het hartstikke leuk. Serieus. Want Nietzsche heeft had gelijk en heeft gelijk toen hij zei: uh, Was Mich-Mich-Omringt, mag Mich-Staker. Huh? Geldt voor jou ook, vrouw. En dat geldt voor jou ook, papa. Gewoon een in der, gewoon door blijven gaan. Niet laten kisten. Het leven is nog niet voorbij, namelijk. En het eeuwige leven, dat gaat nooit voorbij. Snap je? Nou, dan zeg ik op zijn hamburgers: dat is een enkele traditie. Ik <laughs> tjus en dag lieverds.